Dames en heren, dit is de pick van de dag. Dikke shout out naar de makerij, super awesome. En rest in peace, Prince. Je was een echt icoon voor heel deze wereld. Rest in peace, man. We love you. Let's go. Ik ben Nathan. En ik ben... Dit is moeilijker dan ik had gedacht. Ik ben Nathan en ik ben verslaafd aan internet. Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag nieuwe video, yes, yay. Gisteren was het 420, dus ik hoop dat jullie een goede dag hebben gehad. Helemaal stoned. Is die belichting goed? Ik hoop het. Vandaag ga ik samen met jullie eigenlijk alleen op mijn kamer als een echte fucking faggot praten over hoe belangrijk internet voor mij is en hoe verslaafd ik er eigenlijk aan ben. Hoe afhankelijk ik er eigenlijk van ben gaan worden. Internet speelt een heel grote rol in mijn leven. En als ik geen internet heb, dan voel ik me wel oké en kan ik me wel amuseren. Maar het is altijd chiller als er internet is. Vooral op van die momenten waar het zo fucking saai is, is internet eigenlijk echt wel gewoon de eerste hulp bij noodgevallen. Om nu een klein voorbeeldje te geven, op saaie familiefeesten is internet echt gewoon de enige hulp die er is om er een leuke fucking middag van te maken. Om de hele dag praten met je een of andere tante, oom of nonkel die je toch nog nooit hebt gezien over dingen die jou toch geen fuck interesseren, is toch ook iets die je maar 5 minuten of zo kan doen. En er is maar één iets die erger is dan geen internet en het is traag internet. Er is niks fokter dan kijken naar YouTube video en ineens blokkeert die video en kan je niet meer verder kijken omdat het moet laden. Dat is een van de kutste gevoelens ter wereld. Maar hoe afhankelijk is internet nu voor mij? Ik ben een YouTuber, dus het is sowieso al, internet is wel gewoon een deel van mijn leven geworden. Maar een week op reis gaan, voor mij is geen optie als ik geen internet heb. Als dat nu een kamp is of zo waar alles fucking primitief is, dan kan dat natuurlijk wel. Als ik op reis ga naar een hotel, dan wil ik gewoon rustig s'avonds dus op mijn gemak naar het internet kunnen kijken. Social media, YouTube, allemaal van die dingen. Ik ben fucking afhankelijk van internet. Laat zeker weten in de comments of jij ook gewoon kan leven zonder internet en of er zo dingen zijn waarvan je echt denkt, kijk, ik heb echt altijd internet nodig. Of dat jij meer zo iemand bent die zegt van, ik gebruik internet omdat het leuk is, maar ik zou perfect zonder kunnen. Wat ik betwijfel. Want internet is de gevaarlijkste drug die er is. Je hoort vaak van mensen dat ze verslaafd zijn aan drugs, alcohol, allemaal van die dodelijke fucked up shit. Ik ben gewoon fucking verslaafd aan internet. En het is gewoon zo. Ik kom thuis na school en ineens is het avond. En er gaan heel veel mensen zijn die mij daarin begrijpen. Je komt thuis, je stopt je computer aan, je begint naar social media te kijken en opeens kijk je naar je horloge en je ziet dat het fucking 10 uur 's avonds is. What the fuck is er net gebeurd? Ik wil nu niet met een rare theorie komen of zo, maar op internet val je gewoon eigenlijk in een soort van andere dimensie. Je leeft ineens in een soort van online wereld waar je in contact staat met alles en iedereen. Daarom is het internet zo fucking geweldig. Maar toch krijg ik er zoveel stress van. Gisteren kon ik mijn video niet uploaden omdat ik mijn bitcoins niet snel genoeg kreeg. En daarmee kon ik geen weed kopen op de deep web. Want dat was mijn idee voor een leuke 420 video. Die video komt sowieso nog online. Misschien een beetje hierna of zo als we 15.000 likes kunnen halen, dan komt hij online. Dus like de video, 15.000 likes en dan gaan we drugs kopen op de deep web. Dan moet het niet eens weed zijn, kan het ook cocaïne zijn of zo. Jullie kiezen. Want kijk, wat kunnen we nog niet doen via internet? Je kan shoppen via internet, je kan eten bestellen via internet, je kan niet neuken met internet. Je kan wel porno kijken, maar dat is iets anders. Je kan praten met vrienden via internet, je kan je amuseren op internet door te gamen of zo. Je kan sporten op internet. Zo online exercise, shit. Dus we worden eigenlijk steeds meer binnengehouden in onze kamer en dat is door het internet. Dan zou je denken, yay, internet, superleuk, yay. Maar geef toe, hoeveel stress heb jij al gekregen door internet? Als de pagina niet snel genoeg laat. Als je internet ineens gewoon uitvalt. Als je aan het skypen bent of aan het facetimen bent met iemand en die andere persoon heeft slecht internet. Dan krijg ik fucking veel stress. Als je naar muziek aan het luisteren bent, maar opeens blokkeert alles, dan werkt het niet meer. Als je iets wil downloaden, maar het duurt 10 jaar omdat je internet fucked is. Internet is geweldig, maar het fuckt alles. En het fuckt vooral je vrije tijd. En daar moet je echt eens aan denken. Je kan je vrije tijd besteden door naar buiten te gaan en te chillen met vrienden. Maar je kan je vrije tijd ook besteden door binnen te zitten en op internet te zitten. Mijn vraag is dan, is dat wel nuttig? Ben je dan echt iets aan het doen die chill is? Ben je dan echt iets aan het doen die vrije tijd is? Want je zit binnen, alleen, en je bent virtueel verbonden met vrienden. Ik leef misschien op internet, maar ik ga heel veel buiten. Ik ga nog vaak naar feestjes, ik chill vaak met vrienden. Ik kom redelijk veel buiten. En dan voel ik eigenlijk echt wel dat ik anders ben. Dat ik een leven ben. Want op internet eigenlijk stop je eigenlijk gewoon de kabel van je hersenen en je computer. En kijk je gewoon naar het beeldscherm en dat is het. En zo maak je niet alleen je leven kapot, maar ook je ogen.
Dus denk daaraan. Deze video is niet gesponsord door de Vlaamse overheid of door het ministerie van Gezondheid of zo. Maak dit gewoon even voor de plezierigheid. Dames en heren, vonden jullie deze video nu leuk? Dus zeker een duimpje omhoog beneden. En ik zou zeggen, yo, 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 yo. Doing some great things over hier. Ik weet dus de tweede keer dat ik dit spel speel en ik ben er fucking goed in. I love this. Maar toch snap ik nog altijd niet wat mensen hier zo leuk aan vinden. Ik bedoel... En mocht jullie geruchten gehoord hebben dat ik een maandje ga stoppen met YouTube, dan is dat waar. Yo.